Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Dit is Bram en ik ga jullie wat kleertjes laten zien en speentjes wat de favorieten zijn. Sokkies aan. Nou, dit is dus eigenlijk, dit t-shirtje is een geboortepakje. Dit is het allerfijnste speentje bij Bram. Glow in the dark. En dit broekje hoort er eigenlijk bij. Dit broekje hoort erbij van Vibra, maat 50. Zoals Vintje ook heeft, alle twee hebben hun omslagrompertjes in maat 44. Deze is dan van H&M. En dit is dus, dit zijn zijn favoriete slofjes. En dit truitje is heel schattig van de Hema. En dit t-shirtje ook van Hema, maat 50. Dit t-shirtje had ik nog gekocht voor zijn geboorte. Deze is van Dirkje, maat 56. En deze had ik ook nog voor zijn geboorte gekocht. Dit schattige t-shirtje. Met een giraf in een busje. Van Name It, maatje 50. Normaal gesproken heb ik geen normale rompers, maar deze heb ik gekregen en is echt heel fijn bij Bram. Heel strak is die en deze valt echt heel klein. Is wel 50-56 van de Hema, maar toch valt die erg klein. En dit spijkerbroekje van de Zeeman. En deze, die is van Name It. En dit broekje, deze heb ik ook voor Thijs in het donkerblauw. En in het roze voor Vintje. En Bram en Thijs hebben bijna hetzelfde kleding. Maar ik laat toch wel zien wat Bram, of wat Thijs allemaal heeft. Want die heeft ook nog iets andere dingetjes. Dit broekje. Die is van Veetje. En dit broekje is ook voor Thijs. En dit is zijn jas voor de winter. Een spijkerstof. En zoals jullie zien is het rekbaar en super zacht. Van Zeeman, maatje 50. Is geweldig. Een geweldig jasje is dat. En dat is dus Bram. Ik zal jullie Bram nog even wat beter laten zien, want de vorige keer was het niet zo goed te zien. Dat is Bram. Hij heeft een open mondje. Blauwe ogen. Eén handje is. Ik zal de camera iets hoger zetten. Eén handje in. En zo. En een vuistje. En ik zal jullie Bramse voetjes nog laten zien.
Dan zal ik even opschuiven en even naar beneden doen. Bram, zijn voetjes zijn echt heel mooi. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien op de camera. Maar dit zijn dus Bram zijn voetjes. Adertjes. En zoals jullie zien, heeft Bram vrij kromme benen, een beetje net als een sitbaby. Maar ja. Reborns kunnen natuurlijk niet zitten. Want Bram kan aardig zitten, zoals je ziet. Echt die zitbeentjes. En er zijn nog een handje. Zo. En Bram is 4 kilo. Dat is een pittige, zware baby. Hij heeft nu ook dit rompertje aan. Van de H&M. Ook maatje 44 trouwens. En dit broekje is... Even kijken. Maatje 56 van Dirkje. Zo. Bram zijn sokjes weer aandoen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En deel en like. Vooral delen. Dat lijkt me echt heel leuk om groter te worden. Want er zijn heel veel Amerikaanse en Engelse mensen die een YouTube kanaal hebben over reborns, maar bijna geen Nederlanders. En laat een reactie achter onder mijn video. En als je ideeën hebt, stuur me dat dan. Oh ja, en ik had ook nog, zag ik ook een vraag van iemand onder mijn YouTube video. Wat vinden jouw vrienden en familie ervan dat jij een reborn mama bent? Nou ja, ze vinden het eigenlijk wel goed, want ja, ik ben gelukkig. Dus daar gaat het om. En ik heb geen relatie. Dat was ook nog een vraag. Heb je een relatie? Ik heb geen relatie. Dat hoef ik ook niet. Geen behoefte aan. En nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg!